De eerste keer dat Makkali moet fluiten voor een overtreding. Bruins aangetikt door Jan Maat. Landsaat met de vrije bal. Thomasson. Goed doorgelopen. Thomasson 1-0 Feyenoord. Nee, want hij lift hem naast. Op het prachtige balletje van Luigi Bruins. Schitterend gegeven op Thomasson die als geen ander het juiste moment weet om door te lopen. Raakt hem dan volkomen verkeerd. En dus blijft het bij 0-0. Een jaar geleden speelde Heerenveen hier overigens ook in de Kuip. Toen in de bekerfinale tegen FC Twente. En veroverde het de allereerste prijs in de geschiedenis van de club. Het lijkt al heel erg lang geleden. Berends. Sibon. Inschuivend is goed 1-0 voor Heerenveen. Ja, doelpunt Greentime. Het is de eerste kans die ze krijgen, Heerenveen. Dat heel geduldig opereert in de openingsfase. En het levert meteen een treffer op. Een prima doelpunt. Met dank ook aan de Feyenoord-verdediging die daar wijkt op een slechte manier. En zo Greentime de kans geven om door te schuiven. Nadat hij overigens de bal onbedoeld ongetwijfeld meekrijgt van Thomasson. Berends. Fel op de huid gezeten door Van Bronckhorst. Die wint. Nu is het 1 tegen 1. Als er snel geschakeld wordt en komt de doelpoging van Roy Makaay. De hoekschop van Bruins. En Bahia. En daar is hij. Roy Makaay. Ja, dat gun je hem. En zo heeft Feyenoord binnen een minuut een antwoord gevonden. En staan we weer op gelijke hoogte. En dan kan het nog een leuke middag worden. Een lekkere hoekschop van Bruins. En Makaay staat, zoals eigenlijk zijn hele carrière al, op de juiste plek. Jan Maat. Zijn aardige driehoekjes. Veel terreinwinst levert het niet op. Nu wel, Lozada. Lozada, aardige kap. Nee, laat zich vallen, zou ik zeggen. Maar Makkali, die beduidend dichterbij staat, ziet dat anders. En die geeft de vrije trap op de rand van de 16 aan Heerenveen. Gaat hij dan over de punt van de schoen van Van Bronckhorst? Ik zou zeggen voor niet. Mag Sibon het doen? Nee, dat is opmerkelijk. Hij zit er wel in overigens. En het doelpunt wordt gemaakt door Victor Elm. En die mag Mulder zich aanrekenen. Want volgens mij was hij houdbaar. Of het moet het muurtje zijn geweest wat hem het zicht heeft ontnomen. Ja, die had de goalie gewoon moeten hebben. De hoekschop leverde een gelijkmaker op. Nu weer een doodspelmoment. Kan Feyenoord daar gevaarlijk uit worden. Van Bronckhorst richting tweede paal. Daar staat Makaay weer. En het is inderdaad weer raak. En het lijkt mij De Vrij te zijn die hem binnentikt. Ja, het is De Vrij. Nou, dan klopt er dus echt niets van de organisatie bij Heerenveen. Want bij elk doodspelmoment blijken ze uiterst kwetsbaar. Stefan De Vrij profiteert nu. En Timmer voor de tweede keer geklopt. Nadat Makaay nu fungeert als aangever. Wat loopt hij daar toch handig weg? En dan weet hij zomaar de inkomende man De Vrij te vinden. En zo staan we weer gelijk. Berends. Van de bal gegleden. Dat is goed. Breuer. Ook hij dus nu aan het aanvallen. Wojciechowski. Sibon. Greentime. Weer duikt hij daar tussen de linies op. Nou, Feyenoord heeft even balbezit. Kan misschien gaan counteren. Makaay niet gevonden in één keer. Dan wel in tweede instantie. Maar daar kon hij natuurlijk niks mee. Maar dit is veel te kort. En daar Thomasson. En die zorgt ervoor dat Feyenoord voor het eerst van de middag op voorsprong komt. In een fase waarin Heerenveen het volkomen voor het zeggen heeft in de Kuip. Is het een fout die genadeloos wordt afgestraft door Jondal Thomasson. Wijnaldum. Thomasson, geen buitenspel, absoluut niet. Alleen Makaay in het 16 meter gebied. Daar komt nu ook Wijnaldum. Achterin ook Biseswar. Het gaat naar Wijnaldum. En een geweldige reflex nog van good old Henk Timmer. Hij kan het nog altijd.
Hoekschop van Bronckhorst. Leerdam de lucht in, Roorda ook. Oh, dat is half gemist door Timmer. En in tweede instantie gemist en Makkai voor 4-2. En Timmer zegt, ja, ik werd toch vastgehouden, Makkali. Nou, laten we eens gaan kijken. Waar moet dat dan gebeurd zijn? Hier niet. Hier ook niet. Nergens niet. Volkomen terecht dat dit doelpunt wordt goedgekeurd. Daar gaat dan de wissel komen. Is dit het einde van een loopbaan van Gerald Cibon? Het zou zomaar kunnen. Goeie ingreep van Bahia. Op de iets te zachte inspeelpaas richting Asedi. Makkai, buitenkant schoen nog maar eens lekker gegeven. Thomasson, nee, Timmer ertussen. Makkai zelf. Oh, wat mooi. Wat een manier om afscheid te nemen van het competitievoetbal. Prachtig afgerond. Timmer tikt hem precies voor de voeten van Makkai. En dan is daar het moment aangebroken. Roy Makkai schudt de handen van Makkali. Neemt afscheid van het competitievoetbal. En naar alle waarschijnlijkheid ook wel van een imposante carrière. Misschien nog de wedstrijd van aankomende donderdag in de beker. En Makkai wordt geknuffeld door alles en iedereen. Neemt afscheid met een 3 doelpunten hier tegen Heerenveen. Een man met een prachtige carrière en hij wordt nu de spitsentrainer. Met tranen in de ogen wordt hij geknuffeld door alles en iedereen. En iedereen beseft dat hier afscheid genomen wordt van een prachtvoetballer. Zichtbaar geëmotioneerd. Ricky van Aren. Die legt die pijn in. 6-2. Doelpuntenmaker Bahia. Met een mooie assist van Ricky van Aren. Bahia altijd gevaarlijk. En weer een doelpunt uit een doodspelmoment. En dan is het gedaan. Een daverend applaus voor Feyenoord bij afsluiting van dit seizoen. En Roy Makkai, competitievoetbal zit erop. En wat een waardig afscheid van een topspits hebben wij gezien.